Vandaag De uitslagen van de verkiezingen zijn bekend, en dus kunnen we de komende 24 uur op Twitter en ieder denkbaar ander journalistiek medium lezen wat we daar nou van moeten vinden. En daarom wou ik me vandaag richten op iets dat minstens even belangrijk is, in de hoop dat het als een Elf van Minerva op u zal neerdalen. Want zaterdag begint weer de jaarlijkse steroïde injectie van de letteren, de Boekenweek. En natuurlijk zetten radio en tv de literatuur dan uit uitgebreid in het zonnetje, schaffen we wat romans aan die de rest van het jaar heerlijk kunnen verwelken op het nachtkastje, en uiteraard hijsen we dan ook diverse auteurs en uitgevers op het ereschild. Dat is allemaal oké, okay. zo hoort het natuurlijk ook, maar er is één bevolkingsgroep die tijdens deze feestweek wat onderbelicht blijft, terwijl ze feitelijk de grootste pluim van allemaal verdient, de boekhandelaar. In de eerste plaats vanwege de fysieke zwaarte van dat beroep. Je hebt regelmatig een verzwikte de duim door het stickeren van al die bestsellers. Rond je dertigste is door al dat staan je eerste paar steunkousen al lang versleten en tegen je vijftigste heb je minstens een hectare aan spataderen laten weglezen. Tijdens de boekenweek zijn die arbeidsomstandigheden nog dubbel zo zwaar. Niet alleen is het veel drukker dan normaal, ook zie je dat vanwege die week een kant van de traditie wordt opgeroepen die je liever niet had gekend. Het boekenweekgeschenk maakt heel veel los toen ik zelf nog in een boekhandel stond veranderde dan het zachtaardigste deel van het klantenbestand in hebzuchtige draken. Zoals eigenlijk altijd, wanneer er iets gratis, maar slechts in beperkte oplagen aanwezig is. Zodra je de deuren opende stortte zich een hyperventilerende mensenmassa naar binnen. Het was Black Friday gemengd met een fix scheut Jurassic Park. Boekenweek is stropend tijd voor de boekverkoper en dat terwijl zijn beroep al een forse takenlijst omvat. Hij is winkelindeler, professioneel lezer, verstrekker van toegesneden advies en daardoor ook in zekere zin nog eens maatschappelijk werker. Boekverkopers vormen een onmisbare schakel in je ontwikkeling als lezer en dus ook als mens. En hoewel dus deze week schrijvers en uitgevers meer dan terecht in de spotlight staan, wil ik hier toch een groots hoera voor degenen die dit allemaal mede mogelijk maken. Pleit voor een standbeeld voor de boekverkoper. Knuffel de uren deze week nog iets langer dan normaal. Schaf zaterdag vier boeken meer aan. Kortom, laat hun noeste arbeid gewaardeerd zijn. Laat hun noeste arbeid, om het maar met even te zeggen, niet onopgemerkt blijven.